Je hebt goed getraind voor in dit jaar. Die Fransen, die doen zo stoer. Msemen, poro, erepient msemen. Vaste verblijf. En veel en. Trainers in Nederland zijn beter. Beter? Serieus? Kan. Kunnen wij tweede en derde generatie Marokkanen eigenlijk wel ondernemen in Marokko? Of worden we al geflashed bij de SS? Op verkenningstocht in Saïdia. Dan zegt het hebben die je oren aan gort zingt. تفهم شي تاسع لا تشد الخلاص راه قدر يمشي بحال يا صاحبي الدنيا هانيه ولكن خدك تشد راسك يا صاحبي الدنيا هانيه ما كاينش الله يعاون اخويا بسلامه لا ضروري تم سلام الله يعاون نو اكمل بلاص غير يفليش دي فوا دايدلك فوا نو تشيك تك فرنسا بي ام في Dit is jouw club? Ja. Trots eigenaar van jouw club? Ja. Jij bent de zoon van? Van de eigenaar. Van de eigenaar. En hoe voelt het om de zoon van de eigenaar te zijn? Ja, leuk. Voelt wel lekker, hè? Ja. Ben je de baas en zo of niet? Ja, gratis eten. Gratis eten, alles. Ik heb gehoord dat hier alleen maar Nederlands komen. 80% Nederlands. 80% Nederlands? Ja. Hoe komt het dat hier alleen maar Nederlands komen? Omdat ik kom ook uit Nederland. Ik had ook vroeger daar een zaken. Ik was wat bekend met de jongeren daar. En iedereen komt hier naar mij toe. Ik heb gehoord van mensen, obers, dat de bazen in Marokko altijd heel streng zijn. Is dat waar? Ja. Dat is waar? Dat is waar. En waarom? Waarom zijn die bazen zo streng? Je moet streng zijn. Waarom? Vertel. Kijk, je hebt mensen hier. Gaat hij iets geven voor klanten en hij doet de tafels niet schoon of doet niet opruimen. Ja. En dan worden wij kwaad van. Dat is okay. Maar stel je voor, jij zou niet ingrijpen, je zou gewoon de aardige baas blijven. Wat gebeurt er dan? Dan wordt het nog rare dingen. Ja? Ja. Gaan ze dan echt op je hoofd dansen? Ja, gewoon, ja serieus? Ja, echt wel. Hij gaat zomaar naar huis. Vertel, wat is het gekste wat je ooit hebt meegemaakt met een Marokkaanse werknemer hier? Dat je echt hij laat gewoon werken, dan gaat hij naar huis. En jij weet niet waar hij is? Nee. Jij denkt van waar is die ober, maar hij is gewoon Hij is gewoon naar huis gegaan. Ja. Is hij dan ook gelijk ontslagen of hoe zit dat dan? Nee, niet gelijk ontslagen. Als hij komt, ga ik met hem praten. Ja? Waarom is hij weg? Eerste keer. Wat zei hij toen, die ene keer toen hij wegging? Wat was de reden? Gaat hij zeggen, ik ben heel even naar huis gegaan om andere kleding te... ik zeg tegen hem, luister eens even. Eerste keer, tweede keer ga je naar huis. Snap je, het is gelijk... Tweede keer gaat hij weer doen. Deed hij het nog een keer? Deed hij het nog een keer. Dit is maar gruwelijke makker. En toen? En toen is hij teruggekomen. Ga ik tegen hem schreeuwen. Als hij gewoon stilstaat, gaat hij gewoon naar werk. Als hij gaat een grote mond tegen mij, zeg ik, ga gewoon naar huis. Maar werknemers hier in Marokko, als je wat tegen hem zegt, kijkt hij gewoon alleen aan of komt het ook echt binnen? Is het je, Marokko, heb je zo'n gevoel dat ze je gewoon aankijken en dan... Hij kijkt en hij luistert. Hij luistert niet? Nee. Wanneer... Hoe weet je of hij het echt heeft gehoord? Wat? Omdat hij doet nog een keer. En vinden ze jou een strenge baas of niet? De mensen die hier... Nee, vroeger wel, maar nu niet meer. Je bent zachter geworden? Ik ben zachter. Ja, serieus? Ja. Hoe komt dat? Als ik schreeuw of hard, blijft hetzelfde. Dus waarom moet ik Het heeft geen nut. Je hebt hard geprobeerd? Hard geprobeerd. Lukt het niet? Lukt niet. En nu ben je gewoon... Ja. Moet jij hier in jouw café, moet je hier constant aanwezig zijn? Ja. Stel je voor, je zou een maandje weggaan? Dan is hij weg.
is het kapot. Ja, dan is hij echt... Ja. Je moet hier aan zijn. Je moet hier zijn, ja. En kan je geen manager aannemen? Nee, ook niet. Ook niet? Die doet ook echt... Die gaat ook vals... Ook de manager is niet te vertrouwen? Nee, dus wij lopen hier twee, ik en broer. Ja. Dus wij moeten het zelf... Dus jij moet gewoon echt fysiek hier aanwezig zijn? Ja. Jij kan dan, als je terugkomt, kan je toch zeggen van... Hé, luister vriend, ik heb gekeken. We hebben vorige maand, noem maar, 10.000 binnengehaald. Ja. En deze maand maar 4. Hoe kan dat? Te zeggen, dat weet ik niet. Glashard. Stop, klaar. Dan zegt hij, ik weet het niet. Weet hij niet. Ja. En dan zeg je, ja, maar toevallig was ik weg en toevallig minder. Dan zegt hij nog, ik weet het niet. Weet hij niet, ja klopt. En doe mee, dier. Hij is jullie. Ja, zo zijn hier. Ja, jij bent de zoon van de baas. Ja. Dus dat betekent dat iedereen bij jou slijmt. Ja, eigenlijk wel. Oké, maar stel je voor, iemand flikt iets bij jou hier. Roep je dan gelijk de beveiliging, of niet? Heb je wel eens een keer de beveiliging geroepen, of niet? Iemand hier? Ja, ze maakt mij gek. Wie maakt jou gek? Nee, ik weet niet hoe ze heet, maar Franse jongens. Franse jongens maakt jou gek, wat deden ze dan? Ze gingen de hele tijd naar mij toe, gingen ze zo bij mij doen, de hele tijd scheten laten op mijn hoofd. Toen heb je de beveiliging geroepen? Ja. Die grote man daar, die klerenkast. Nee, andere. Een andere beveiliging. Super brede. Hele brede kerel. Ja. Zeiden ze gelijk sorry. Ja, toen begonnen ze gelijk... Waar woon je in Nederland, als ik vraag mag? Rotterdam. Ja. Je mag wel zeggen tegen al je vriendjes in Nederland, zeg. Ja, ik ben nu in Marokko en ik vind het echt heel leuk. Ja, doe hem. Kom op, man. Je vader is eigenaar van zijn strandtent. Je kan een beetje stoer doen. Kom op. Ja. En dit is mijn vaders club. Ik krijg gratis eten, alles. Ja, jullie lekker niet. Na het luieren met de meneer uit Rotterdam-West moest ik alweer verder. Mijn volgende missie is op zoek naar de echte Berber. Waar zou die nou zitten?